Het is weer een nieuw avontuur voor mij en mijn gezin natuurlijk, hè. Maar ik kijk er heel erg naar uit om in de Premier League aan te treden met Brighton natuurlijk. In de auto zei je: we vertrekken nu, maar ik weet niet wanneer ik terugkom. Dat is de eerste keer dat ik dat meemaak. Ja, dat is ook zo, hè. Vandaag zijn we hier gekomen met gedachten medische testen te doen en allerlei zaken. Dus we hebben nog geen ticket terug, dus daar gaan we nu nog voor zorgen. Hoe bevalt jou het nieuwe shirt? Ja, je kunt het wel een beetje vergelijken met Genk natuurlijk, hè, maar het is heel mooi. Ja, meer kunt je daar niet over zeggen, denk ik, hè. Je had er net een interview met de clubtelevisie. Het viel me op dat je heel ontspannen was. Jouw Engels was heel goed. Volgens mij ben je het er helemaal klaar voor, hè? Heb je dat gevoel ook? Ja, absoluut. Ik ben helemaal klaar voor een nieuw avontuur. En ik heb ook niet voor niks hier voor Brighton gekozen. Het project staat me aan en ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen. Je hebt met de coach gesproken. Wat zijn de grote lijnen die hij tegen jou heeft verteld? Ja, vooral dat hij terug hier aanvallend voetbal wil brengen in mate naar mogelijk. En ja, dat hij me daar een grote rol in ziet spelen. En dat geeft mij het vertrouwen om hier veel minuten te kunnen maken en mij zo weer te kunnen profileren in een grote competitie. Heb je geen bang? Ja, het is toch ja, een ploeg uit de middenmoot, de brede middenmoot. Gaat die motor aanslaan, denk je? Hebben ze vertrouwen in jou? Ja, dat moet, hè. Daar gaan we alles aan doen. Ik zelf ook, ik ben gebrand om iets neer te zetten met Brighton en daar gaan we alles aan doen. En je kunt natuurlijk nooit in de toekomst kijken, maar ja, je moet er zelf voor zorgen dat dat iets moois gaat worden. Heel veel respect voor jou ook tijdens het clubinterview. Ook ze refereerden naar andere grote Genkse spelers. Ze kennen hun geschiedenis en ze kennen jou ook heel goed, hè? Ja, daarom, hè. Ze hebben me uitgebreid gescout en ze wisten ook al op voorhand voordat ik een gesprek had met de coach wie ik was. En dat doet ook wel iets met jou als ze weten wie je bent en ja, hoe je al heel het seizoen gespeeld hebt. Dus dat is ook een pluspunt voor hen geweest om mij aan te kunnen werven. Wat is het eerste wat jou opvalt hier? Ja, een heel mooie accommodatie, hè. Super groot, alle faciliteiten die je nodig hebt. Dus ik zal hier niks tekort komen, alleszins. Pas getrouwd, nieuwe club in de Premier League. Gaat het allemaal niet een beetje te snel voor Leandro Trossard? Wow, een beetje te snel. We wisten dat de transfer na vorig seizoen er ging komen. Dus nu is het een beetje kort op elkaar geweest omdat we ook net getrouwd zijn. Maar het zijn alleen maar mooie dingen, dus die mogen er nog meer komen in de toekomst. Misschien een beetje een sentimentele, emotionele vraag. Aan wie draag je de transfer op? Oh, aan iedereen die me de afgelopen jaren heeft gesteund, hè. Mijn gezin, mijn Laura, mijn vriendin, mijn makelaar Josie. Ja, gewoon iedereen die naast kort bij me was en alles heeft gevolgd en me overal in heeft gesteund. En wanneer ben je tevreden aan het einde van dit seizoen? Ja, als we een goede plaats hebben behaald met Brighton en dat ik veel minuten heb kunnen maken en me, zoals ik al zei, me heb kunnen profileren in de Premier League. Zoals je kon merken, we staan hier in het centrum hier van de club. Leandro heeft pas getekend. Wat is jouw gevoel daarbij? Ja, mijn gevoel is natuurlijk, als je Leandro bekijkt, zal ik zeggen, als je hem zijn ogen ziet, dan weet je dat hij gelukkig is. Hij deed daarnet een uitstekend interview ook, hè, voor de clubtelevisie van Brighton. Ja, het is juist al dat hij al meeste jaar hier is, of zijn gans leven. Zijn Engels is zeer goed. De mensen waren ook zeer tevreden over zijn interview. Ik ben natuurlijk niet verbaasd, want we kennen hem natuurlijk. Wat is de rol die ze hem van hier verwachten, van Leandro? Ja, natuurlijk, Leandro is natuurlijk, weet je, die wordt binnengehaald. Hij had toch nog de grote trom. Hij is toch wel, ja, een hele goede speler. Ja, de verwachting natuurlijk, ja. Ze hebben natuurlijk gezien in Genk scoort hij 23 doelpunten. Op het seizoen verwachten ze hier natuurlijk ook van hem. Want hij is een deel van de Genkse jeugdacademie, hè? Dat voel je. Hè? Of van die Genkse grote lichting die in Engeland furore heeft gemaakt. Hè? Ze verwachten daarom veel. Hè? Ja, natuurlijk is dat hetzelfde. Natuurlijk, hè, van dezelfde leeftijden zal ik zeggen. Dat, natuurlijk, Leandro zit de laatste twee seizoenen eigenlijk wel toch wel enorm ontwikkeld. Op alle vlakken natuurlijk. En ja, dat uit zich ook natuurlijk in de transfer naar Brighton toe. Jullie hebben samen een lange weg afgelegd, al 6 jaar, met ups en downs. Ook naar andere clubs uitgeleend en nu in de Premier League. Ja, hier staat de vierde, Josie Comair, denk ik dan. Ja, natuurlijk. Weet je, daar doe je het ook voor. Hè, weet je. Ik heb ook altijd gezegd, toen er in Lommel speelde nog, hè, onder Stijn Vreven, heb ik altijd gezegd, luister hier, Leandro is voor mij een grote speler in wording. En vandaag natuurlijk krijg ik ook het gelijk, natuurlijk, Premier League. Weet je, dat is toch wel iets waar elke jongen van droomt. Het is niet zomaar een kleine club hier, hè?
inderdaad, weet je, dat is een club die iets wil gaan bereiken. Dat voelt je ook, weet je, ze zijn bezig. Ze hebben vorig jaar hebben ze niet kunnen, nip kunnen redden. En je voelt natuurlijk dat zij dit jaar beter willen doen. Een prognose voor hem? Gaat hij altijd in de basis staan? En gaat hij zijn doelpuntje meepikken? Daar ben ik van overtuigd, weet je niet. Leandro heeft toch 3-4 clubs gehad voor hij bij Genk kwam. En zijn rendement was eigenlijk altijd even goed. Ik heb het hem vandaag nog verteld, dus ik heb er geen schrik voor. Limburgs team hier ook met GC Player Management. Is dat ook een deel van succes? Dit is ook een mooi Limburgs verhaal. Hè? Inderdaad, dat is, een heel, dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Want de mensen vandaag zeiden ook natuurlijk, als je ziet wat je eigenlijk bij je hebt, hebben wij het nog niet gezien hier. Dat in de Premier League. En dit in de Premier League, we hebben het ook een perskaart gekregen, dus dat is niet zomaar, hè.